nieuwe trek in Zweden. Het is een nieuwe grondspaan, de nummer
heb je weer te maken met andere achterlijnen. Het wordt aan iedereen van Klaver komt weer terug. Zet zijn auto naast die van Kennis. Kennis aan de buitenkant. Probeert hij om die achterwijvers heen te sturen. Nu wordt het lastig. Er zijn er net stil waar hij omheen moet gaan sturen. Als hij er omheen stuurt en dan gaat er even door naar die sloot. Ja, daar zit hij dan mooi tussen. Maar hij houdt het hoofd koel. Hij zit daar achter die nummer 6. Hij moet inhouden. Die nummer 6 die rijdt daar. Waarom eigenlijk? Waarom heeft die nummer 6 daar? Je zou toch zeggen, zet het gas erop. Bastiaan Lam is dat. Die kon nu al stil te staan. Hai, en nou rijden ze zich daar een beetje vast in de kop. Maar Kennis gaat door hoor. Kijk, is nummer 13. Ja, fantastisch hoe hij dat doet. Kennis is door. Hij komt eruit met die nummer 13. Ongelooflijk. Justin Kennis rijdt hier een hele knappe finale. Dat is echt. Hij rijdt wel heel netjes en hij houdt die auto recht. Het lijkt alsof de baan van hem kapot is. Dat is ongekend. Het is misschien dat er auto die zeer geschikt is voor dit parcours. Dat kan ook. Hij heeft een goede bandjes eronder. Dat kan ook. Allemaal misschien een beetje geluk wat hij nu heeft. Maar hij doet het wel en hij houdt de kracht er ook goed op hoor. Hij doet dat netjes. Hij stuurt ook van keurig overheen. Omheen. Je hebt er ook niet veel meer in de race geloof ik. En dan doen we met nummer 12. Doet het ook nog steeds wel goed volgens mij. Misschien had je ook zo. En die nummer 8 staat weer in de race. Daniel Kost. De nummer 6 heeft even stilgestaan, weet je. Bastiaan Lam. Deze jongen doet het ook goed, de nummer 8. Deze was Wiener. Ik Claire van Eijden, die had nog moeite om die auto in de koek te staan. Die zit natuurlijk wel vaak erin. Nee, Kennis die gaat maar door hè, met die auto, die zwarte auto. Kijk, nou gaat hij weer om de haar heen. Die op de haar, die heeft een lekker band rechts voor. Dat is ook vervelend natuurlijk, stuurt ook niet lekker. Maar Kennis houdt vol. De nummer 19 over de streep, Kevin Deneker en daarachter Luc Klaver, de nummer 20 en dan de nummer 14. Niels Herwijer uit de Kwakel en dan gaan we naar de nummer 6 van Bastiaan Lam. Doolmulder dan, de 12. En daarachter is het de nummer 8, Daniel Koster. Nee, ja, het is niet heel spannend meer denk ik momenteel. De angel is er wel uitgehaald. En deze man doet het dan. De meneer Nettie, de bepaalde hoe de snelheid er al weer in zit. De baan wordt wat droger. Het gas gaat er gewoon weer op hoor. Prachtig om te zien hoe Justin Kennis daar gewoon lekker de gang in gaat. En dan is iedereen helemaal zoek. Dus achterblijven. Goed leren uit Mabruggen. Kevin Deneker, Luc Klaver. Oh, de Haan rijdt zijn hele band eraf hoor, ja, hij gaat wel door. Dan Wilder is ook nog lekker in de race. Neemt daar de nummer 8 mee, Daniel Post. En hier komt Jan, onze solo rider. Justin Kennis. Ja. Opa deed nog goed in de koude, opa deed het nog veel beter in de koude. En deze jongen heeft nog een hele mooie toekomst voor zich hier in de koude. Maar dit jaar gaat hij goed eens achter in de weer, want hij is een stukje weg. Luc Klaver nog in de race, nummer 19 nog in de race, Kevin Deneker, daarachter nummer 14. Niels Herwijer, Christen Dalwilmer, ook nog in de race, Daniel Post. Ja, doet ook gewoon nog lekker mee, jongen, nummer 9. Wordt daar wel gepasseerd door nummer 6. En daar is hij, de winnaar van vandaag. Het is Kevin. Nee, Justin. Justin Thomas. Hij pakt de eerste draag in de finale. Dat hij heeft van 13 tot en met 17 jaar. Mooie race heeft hij gereden van niks op achterdingen. Dan is het even te kijken wie daar achter nog goed weet. Deze is Luc Klaver. Prachtig toch. Van Herwijer met nummer 14, Deneker nummer 19 daarvoor. En dit is Dan Mulder en Post. Ja, de baan is wel wat beter dan het worden natuurlijk. Dus voor de finale bij de heren beloofd het echt een groot stuk te maken.